het Vondelpark van musicalsites.nl. En wij zijn niet zomaar in het Vondelpark, maar wij gaan lunchen. En het is niet een gewone lunch, het is de nominatielunch van de Musical Awards 2017. En wij krijgen vandaag al te zien en te horen wie er genomineerd zijn. En welkom ook aan de pers, fijn dat jullie er al weer zijn om aandacht te besteden aan de Musical Awards die donderdag 12 januari weer live worden uitgezonden vanuit het Beatrix Theater bij de Avrotros op NPO 1 om 9:30. Het is een mooie musicalavond die donderdagavond, want voor ons is de finale uitzending van Petticoat. Dus de musical liefhebbers kunnen die donderdagavond hun hart weer ophalen. Het is voor de jury natuurlijk best een opgave om het hele jaar al het mooiste te bezoeken. En dan ook nog de juiste keuzes te maken. Dat is multi-interpretabel, zullen we maar zeggen. Dus ik zou eigenlijk ook graag de jury willen bedanken met een applaus voor het wederom toekennen van de nominaties en straks de awards. Genomineerd voor de Glaarse Poes. Voor de Glaarse Poes, allebei. Eén voor mannelijke hoofdrol en één voor de liedteksten voor de Glaarse Poes. Dus dat is te gek. En kun je wat vertellen over die hoofdrol die je hebt gespeeld in de Glaarse Poes? Ik speelde, nou eigenlijk was het niet echt een hoofdrol, want we hadden eigenlijk allemaal evenveel te doen. Dus er waren geen hoofdrol en bijrollen. Maar ik speelde de Reus op stelte van de meter, dus ik was 2,70 meter. En de Thaise poes Mai Tong, een vrouwelijke, een soort hoer. Dus die twee rollen speelde ik. Genomineerd. Dat klopt. Hoe voelt dat? Dat voelt hartstikke leuk. Het is altijd heel leuk als het extra wordt benoemd wat je hebt gedaan, het werk wat je hebt geleverd. Ja. Ja. Want waar was je precies toen je het hoorde? Thuis en ik had een telefoontje gemist en toen ging ik slapen en toen dacht ik even nog mijn e-mail checken en toen zag ik opeens dat ik allemaal telefoontjes had gemist en genomineerd was en toen stond het op mijn e-mail met een uitnodiging voor de lunch. Ik was in het Circus Theater en het was 1,5 uur voor aanvang, dus ik had me al omgekleed in mijn gewone kloffie wanneer de warm-up begint en toen werd ik even opzij genomen. Ja, maar kun je ons vertellen waar je voor genomineerd bent? Ik ben genomineerd voor beste mannelijke hoofdrol in een grote productie. Als zijnde Scar in The Lion King. Ik kwam terug van een voorstelling. Toen zet ik mijn telefoon aan en wist Owen het al eerder dan ik. Owen die speelt Bart Chabot in Shea Brood. Dus die wist al eerder dan ik. Dus hij feliciteerde mij. Ja. Oh, hij kwam met het nieuws? Hij kwam met het nieuws, ja. Hij was eerder dan de producent. Ja. Heb je het al? Ik was in Pingjum. Waar zo? Pingjum, ja, dat is in Friesland. Bij regisseur van een stuk wat ik nu doe. Met Paul. En die verraste mij ermee. Ja. Het was echt een soort verrassings... Want we zaten aan de gin tonics. En het was en op een gegeven moment zei hij zo van... ja, je bent genomineerd. En ik dacht echt, huh? Hoezo? Vertel jij me dit? Maar nee, ja, ik blijf verrast. Ja. Het blijft een verrassing, want je bent al vaker genomineerd natuurlijk. Je hebt ook al een keer gewonnen. Ja. Aanstormend talent sowieso. Ja. Ja. Wat verwacht je van deze nominatie? Of ik win of niet, bedoel je? Ja, jezus. Ja. Nou ja, dat vind ik altijd zo lastig. Ik heb Steve niet gezien. Dus dat weet ik niet. En de Glaarse Poes heb ik gezien, vond ik fantastisch. En Dick van der Toren ook geweldig. Grappig en goed. En ja... Ja, het is zo'n cliché, maar het is echt wel appels met peren vergelijken. En tuurlijk, als je genomineerd bent, wil je hem gewoon winnen. Ja. Maar ja, we moeten toch echt afwachten tot 12 januari. Ja. Waar was je toen je het hoorde? Nou, ik kreeg een envelop. ik kreeg een gouden envelop en ik opende hem en daar stond op... Je bent genomineerd voor Aanstormend Talent. En ik begon te stotteren en wist niet wat er gebeurde. En, dus ik, nog steeds kan ik het niet echt geloven. Sowieso. Ik was in het theater. Ze zeiden tegen mij, kom even mee, we gaan wat filmen. We hebben nog wat vragen van toeschouwers en daar willen we een leuk item rondmaken. En terwijl ik die vraag aan het beantwoorden was, werd het langzaam gestuurd naar... ben je ooit al eens beloond geweest voor zo'n rol? En toen kwam er opeens een envelop met onverwachte inhoud. En dat was heel leuk.
die je gespeeld hebt? Weet je, dat is al lang geleden. Ik kan zeker wel wat vertellen, maar ik moest ook denken, oh ja, voor nonsens. Die non van mij, amnesia, die leidt dus aan geheugenverlies, omdat er een kruisbeeld op haar hoofd was gevallen. Wisten er echt de naam niet meer. Afijn, en ze haalde altijd wel, zij zorgde ervoor dat altijd het hele plan, de plan wat er was, een beetje misliep, omdat zij er allerlei gekke acties... De hele voorstelling een beetje wist om te turnen met een poppenact bijvoorbeeld. En een imitatie van Celine Dion. En ja, het is een superleuke rol om te spelen. Ja. Nou, Gaston was een ontzettend leuke rol om te spelen. Ook omdat het was totaal iets anders dan veel wat ik daarvoor had gedaan. Ontzettend uitvergroot, karikaturaal. Je had, nou, weinig dingen konden niet ofzo. En het is heel lekker om te spelen, zo'n foute man. Dus ik heb er heel veel goede herinneringen aan eigenlijk. En ik ben heel blij dat dat dan erkenning krijgt. Dat is te gek. Wat verwacht je van de nominaties? Hoe schat je je kansen in? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik schat mijn kansen sowieso op 33%, want we zijn met z'n drieën. Dus daar begin ik mee. En voor de rest, ik heb Danny in deze rol niet in deze versie gezien, maar wel in een eerdere versie, omdat ik zelf in de voorstelling speelde op dat moment. Dus ik heb regelmatig naast hem op het toneel gestaan als meester Bruis, terwijl hij Sis speelde. Dus ik heb van dichtbij gezien hoe goed hij dat doet. En hij is natuurlijk echt, nou ja, de geboren Siske de Rat. En verder heb ik Alex niet gezien in deze rol. Maar ja, ik weet wel wat hij kan. Dus ik ben ook trots dat ik naast deze twee mannen in de categorie sta. Hoe schat je je kansen in? Ja, als ik Siske zie, dan denk ik, ik heb gehoord dat hij heel goed is. Dus, ja, de enige die ik uit het lijstje echt heb gezien is Jeffrey Italiaan. En ik vond hem zelf al echt fantastisch. Dus ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen idee, maar ik gun het iedereen. Dus we zullen zien. Hoe schat je je kansen in? Nou, 1-3 zou ik zeggen, of niet? De goed antwoord. Dat is ook het enige antwoord, ja. Mis je iemand nog op de nominatielijst trouwens? Ik mis heel veel mensen op de nominatielijst. Je hebt zelf natuurlijk een paar dingen gezien. Ik heb niet heel veel gezien hoor. Maar dan denk je altijd, wauw, dat vond ik echt super mooi. Of bepaalde voorstellingen die je wat extra aandacht gunt. Maar ik denk dat deze mensen het ook allemaal verdienen. Ja, anders heeft een hele uitvoerige jury naar gekeken, dus ze zullen het best weten. En dat is ook wat de regisseur Glenn Cassel in het begin ook tegen ons allemaal zei. Ook natuurlijk omdat de productie 10 jaar geleden al een keer is opgevoerd. Ze zei, we gaan niet... Tuurlijk zit je vast aan decorstukken en kostuums en tekst en muziek. Maar jullie gaan de rollen spelen. En jullie zijn anders dan de cast van 10 jaar geleden. En dat je kan ook niet iemand kopiëren. Dus ik heb wel heel erg mijn eigen versie van Gaston proberen te maken. En dan is het extra leuk als dat gewaardeerd wordt, ja. Het nieuwe seizoen ga ik een aantal dingen doen. Ik heb in Het Verlangen gespeeld, een film met Chantal Jansen en Gijs Naber. Die komt in maart uit. Ik ga een lunchvoorstelling doen in Bellevue, de Modern Art Revue, samen met Steve de Jong. Ik ga weer een nieuwe paradevoorstelling maken met Henry van Loon en Janne Kees Groenteman. Met onze band hier, H.E.A.R. Henry en Alex Rock, om te zien op de parade dus deze zomer. En dan ga ik volgend seizoen een eigen theatershow weer maken. Een soort Alex Klaasje show met allemaal leuke mensen. Hoe heb ik me voorbereid? Nou, ik heb vooral gezorgd dat ik fit was. Omdat mensen tegen mij zeiden, zorg dat je conditioneel goed bent. Want het is een zware rol, het is een zware voorstelling. Dus daar heb ik eigenlijk vooral op gezeten. Dat ik fit zou zijn. En verder, ik weet dat sommige mensen ook gaan kijken hoe bepaalde beesten bewegen. En in mijn geval zou dat dan de leeuw zijn. Dat heb ik niet gedaan. Omdat het een voorstelling is. En daarin, een voorstelling is natuurlijk anders dan de realiteit. Dus dat is gaandeweg de repetities heb ik ontdekt wat er van Scar gevraagd wordt. Ja. Heb je ook... Ik zou zelf mijn geld zetten op Stefan Rokebrand. Want? Ja, die heeft in Shea Brood geweldige Herman Brood gespeeld. Dus... Ja. Heb je alles gezien van de genomineerde? Nee, helaas. Ik heb Mike niet gezien, Mike Weerts. Dus ik kan niet helemaal oordelen, maar ik vond Stefan echt verpletterend goed. Ja. Ik was voorbereid op de rol van Robert Long, want het is nogal wat.
Nou, door alles te luisteren en te lezen en gewoon een mer à boire wat die man heeft nagelaten door te nemen. En ja, door de liedjes te gaan zingen en door zijn zangtechniek een beetje over te nemen. Dat heb ik met mijn zangleraar wel erg aan gewerkt om het gewoon flink te laten resoneren in zijn neus wat hij deed. En hij had natuurlijk een specifieke dictie die heel erg hielp. Dus als we dan, daardoor ging het al lijken en dat helpt, ja. Het was compleet onverwacht, omdat Koba die Pumba speelt in de voorstelling. En ik, we hadden het er al wel over gehad. We zullen wel niet genomineerd worden, want we zijn een duo. Iets met poppen. We zijn Belgen. Maar dat zit er niet in. Dus ja, het was een grote verrassing dat er dan wel opeens iets uit de bus kwam. En het is heel erg leuk. Ja. Je hebt een hele avond te vullen. Dus het is een, het is geen flat character. Je probeert er een rond karakter van te maken. Maar verder, ook de types die ik in Koefnoen speel, probeer ik altijd wel te benaderen alsof het echte mensen zijn. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk echte menselijke trekjes te vinden. Ook in de meest bizarre types die ik speel. Dus in wezen verschilt het niet heel erg. Alleen hou je rekening mee dat je gewoon twee uur lang boeiend moet zijn op een toneel. Dus je houdt iets meer achter en je suggereert iets meer en je moet wat meer toppen en dalen laten zien. Ja. Vind je op dit moment een productie die iedereen moet gaan zien, die op dit moment draait? Moet je me verhelpen wat er überhaupt allemaal draait? Ik weet, The Lion King heeft op mij gewoon, toen ik hem voor de eerste keer zag, die eerste 5 minuten heeft echt een... Ja, dat vond ik zo ontzettend mooi. Ik vond het zo'n mooi product en dat is natuurlijk... Dat is iets wat je, als je een musical houdt, qua decor, qua uitstraling, qua muziek. Ik denk wel dat The Lion King echt iets is wat ik op nummer 1 zou zetten. Dat is ook het eerste wat in me opkomt hoor. Voor de rest denk ik dat er nog heel veel leuke andere dingen zijn. Maar wat nu speelt, denk ik als eerste The Lion King. Ja. Wat heb je hiervoor? Ik heb de film nog wel een keer gekeken in het auditieproces. Yes. En daarna... gewoon heel simpel. De tekst leren en alles heel goed kennen. En dan is het in die repetitieperiode was het heel erg de techniek van die pop onder de vingers krijgen. En leren om alles via die pop naar buiten te brengen. En goed veel trainen. Ja, wat kunnen we nog meer van jou verwachten? Wat zijn je plannen? Wat zijn mijn plannen? Er komt steeds wat op mijn pad, dus ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb geen idee. Op dit moment ben ik zo gefocust op The Lion King. En wie weet. Er staat nog zoveel op mijn lijstje, dus kijken wat ik allemaal daarna kan afchecken. En, maar jullie gaan nog heel veel van me horen. Dus voorlopig eerst The Lion King. Eerst The Lion King. Ik heb niet een bepaalde droomrol. Ik vind zelf dingen maken toch geloof ik wel het leukst, omdat je dan gewoon... stomme dingen kan verzinnen die je dan gewoon gaat doen en die mensen dan leuk moeten vinden. En dan een combinatie cabaret, dans, zang of zang? Ja, dat vind ik toch het leukst om gewoon alles te combineren. Dus inderdaad cabaret met musical en dans en rare grapjes en dansjes en decortjes en kostuumpjes. Dat vind ik toch het leukst. Dus dat ben ik nu een beetje aan het verzinnen en ik ben nu een beetje mensen aan het benaderen. En dat wordt heel spannend. Dat wordt wel echt een groot ding. Dus daar heb ik super veel zin in. De pop is de ster van de show en niet ik. Dus je moet ook, als acteur doe je in zekere zin een stapje terug. Of je gebruikt die pop als het middel waardoor je alles naar buiten brengt. Beperkt dat je ook in je spel? Nee, nou, die pop heeft natuurlijk zijn beperkingen. Er zijn heel veel dingen die hij niet kan. Zoals? Er zijn heel veel bewegingen die je gewoon niet kan maken. Gewoon omdat daar leent de pop zich niet toe. En in het begin is dat heel frustrerend. Maar net zoals een tekenfilmfiguur eigenlijk ook heel beperkt is in wat hij kan en daardoor juist heel sterk wordt, is dat bij zo'n pop ook. Omdat je manieren moet vinden om toch iets duidelijk te maken en dan wordt dat net heel krachtig. Dat je dat maar met hele sterke beelden alleen maar kan doen. Nou, dit waren dus alle genomineerden, tenminste niet alle genomineerden hebben jullie gezien natuurlijk, want anders werd het een heel lang item. Maar wij zijn heel benieuwd wie er gaat winnen. De grote show, de Musical Awards 2017, kunt u zien op televisie op 12 januari 2017.